Het is Valentijnsdag en in het Concertgebouw is er Valentijns Classics at the Movies. Hoe romantisch is het om samen op Valentijn naar live filmmuziek te luisteren? Met het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Pavel Balev en Vibi Suryaji op de piano. Hebben jullie een leuke avond? Heerlijk, ja, superleuk. Prachtig. Ja. We zijn 1 jaar getrouwd, maar we zijn 10 jaar samen. En dit jaar heet ik voor het eerst Schubert. En dat vond ik ook wel heel bijzonder, zeg maar, dat wij hetzelfde heten. En dat het zo'n beroemde naam is die hier ook in het Concertgebouw staat. En is dat familie? We vermoeden van niet, maar ik denk... Zeg maar gewoon ja. Ik vind het wel leuk om ja te zeggen. Ja. Ze liet mij woensdag weten dat ze op Valentijnsdag niks te doen had. Dus dan dacht ik, dan maar zo. Ja. Ja, en tot nu toe? Beschikbaar. Nee, het is echt een kutavond. Nee, het is leuk. Volgens mij ben jij de jongste vanavond. Ja, klopt. Ik ben 16 en echt de jongste hier. En ik vind het echt best wel leuk eigenlijk. Ja, wat vind je leuk? Ik vond James Bond stuk vond ik heel leuk, dat omdat ik haar kende. Ja, dat was echt leuk. Wat ziet er prachtig uit. Dank je wel, lieve schat. Mag even aan deze kant? Ja. Het is wel iets anders dan Lil Kleine, wat ik normaal luister. Gewoon Lil Kleine? Moet ik niet zeggen. Nee, maar ik vind het wel echt, echt leuk. Meer dan verwacht, ja. En u bent fan van Vibi. Wat maakt hem bijzonder? Nou, het is een Nederlandse pianist, zou ik maar zeggen, die inderdaad ook in de wereld het gemaakt heeft. Hij is gewoon zichzelf gebleven en dat wel heel bijzonder. Ja, schitterend. Heel mooi. Echt alle stukken. En nu zie ik hem dan in het echt. Dat vind ik wel, ja, wel bijzonder om dan ook hem te zien spelen. Ja, dat is echt heel mooi. Dit concert is natuurlijk wel leuk, want je voelt natuurlijk, omdat het een Valentijnsconcert is, dat mensen zitten er al helemaal in de sfeer. Dus je voelt dat er al heel veel sfeer is bij de mensen zelf. Als je dan een beetje expressief speelt, dan voelt het publiek dat ook meer. Dus je geeft ook gewoon liefde aan het publiek. Ja, precies.